En hallo lieve kijkers, en vandaag spelen we een spelletje namelijk Akinator. En als je personage weet, laat het weten in de reacties. Maar het personage dat ik deze aflevering wil doen is Julius Caesar. Jullie kennen hem waarschijnlijk van Asterix en Obelix. Hij heeft ook echt bestaan en hij was een heel goede dictator. En hij heeft zeker weten echt bestaan en hij zeker weet ook een man. Ja, maar hij is eigenlijk al dood. Maar hij is zeker meer dan 40 jaar. Nee. Nee. Ja. Ja. Weet ik niet. Nee. Nee. Ja, bij die vraag is het een beetje een twijfelgeval, want Julius Caesar. Die kwam van de Romeinen en hij is vooral in Italië en zo. Maar Italië hoort bij Europa. Maar in die tijd bestond Europa nog niet echt. Allee, de naam Europa was volgens mij pas in de 20e eeuw of zo gekomen. Dus ja, noemen we waarschijnlijk wel. Ja, hij woonde in Italië. Nee, hij is niet aan een natuurlijke dood gestorven, want hij is vermoord. Ja. En hij heeft het juist geraden. En laat het weten in de reacties welke personage nog kan raden. En dan gaan we nog eens spelen. En het personage die we nu gaan doen is Lukaku. Nee, Lukaku is niet dood. En Lukaku is een Belg. Is je personage een meisje? Nee. Nee. Ja, hij heeft een broer. Ik heb het over Romelu Lukaku of zoiets. Nee, hij is geen zanger. Nee. Nee. Hij heeft wel in Engeland gevoetbald en in België. Maar niet in Duitsland. Ja. Waarschijnlijk wel. Ja. Weet ik niet. Ja. Ja. Oké. Misschien moeten we nog eens opnieuw doen. Is het personage dood? Nee, Lukaku leeft nog gelukkig. Ja. Nee. Ja. Nee. Nee. Ja. Nee. Nee. Ja. Waarschijnlijk niet, hè. Weet ik niet. Nee, niet blond. Nee. Ja. 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 Lukaku kan hij jammer niet genoeg niet raden, maar dit was de aflevering. En laat zeker weten in de reacties welke personage. En als jullie deze video leuk vinden, laat een blauw duimpje achter. Doei doei.